staan hier op de locatie waar we de mini-plusvolken hebben staan voor de vroa resistentieteelt. Dat zijn onder andere deze volken die hier staan. Dat zijn koninginnen die we gemaakt hebben van 3 lijnen moeders en 3 lijnen vaders. Dus in totaal een aantal combinaties. Van elke combinatie maken we er dan ongeveer 20 tot 25. En daar bouwen we een mooi mini-plusvolkje van dat ze goed op 2 randjes zitten. Vervolgens besmetten we die met 150 mijten en 13 dagen later tellen we de aantal mijten die nog in het broed zitten, die baby's hebben, reproductief zijn of niet reproductief zijn. Die verhouding reproductief, niet reproductief zegt iets over de wijze waarop, of eigenlijk de mate waarop de bijen zelf de vroa bestrijden. Dus vandaag gaan we dat tellen. We hebben de zogenaamde vroa teldag. En we gaan nu raampjes broed halen om die naar binnen te brengen, zodat de tellers die kunnen gaan uittellen. We zoeken een raam broed met de juiste leeftijd. Dat wil zeggen, de larven, die, het moet verzegeld broed zijn en de poppen die in dat broed zitten moeten donkere ogen hebben. Deze heeft dan helemaal, is zelfs nog een strekmade, die is dan te jong. Maar ik heb hier al een raam met, poppen met donkere ogen en zelfs uitlopend broed. En dat is prima, want die meidje moet voldoende tijd hebben gehad om een nestje aan te leggen, om zich te reproduceren. Want dan weten we ook of de bijen er iets aan gedaan hebben. Nu zoek ik alleen de koningin nog even. Want we willen wel zeker weten dat ze er nog is. Ze heeft niet zoveel zin om dat raam uit te tellen. En daar loopt ze, netjes gemerkt. Nummertje 58 correspondeert met die van de kast. We hebben de kasten en de koninginnen dezelfde nummers gegeven. Puur administratief makkelijk. Zo. Mag deze in de bak? Al die stadium 3, 4 en 4 plus, zie je die, die leggen we hier naartoe. En die doen we hier alle achter elkaar leggen. Dus jij kijkt eerst welke kleur jouw larve hier hebt, als je een meidje gevonden hebt. En dan ga je verder en dan zie je de ontwikkeling. Nu kijk ik van beide kanten, hoe dit uitziet, of daar meiden zitten of niet. Zo, dat hier is het goede stadium, daar zie je de oog, is paars. En daarom kunnen we die pakken. Dan pakken we die aan de hoofd. Als dat roze is, dan moet je hem laten zitten. Ja. Ja. Dan kijken we bij de kanten, dat is alles schoon. Er is geen maai. Wat we tellen zijn de mijten in het broed. Daartoe maken we elk broedcelletje open. Zoals hier gebeurt. Halen we de larven eruit en dan kijken we in de cel en op de larven of daar mijten zitten. Schrijven we op hoeveel mijten daar zitten en dat noteren we allemaal op een protocolletje, zoals hier. En daar hebben we natuurlijk gigantisch veel hulp bij nodig, want je telt op een dag 1, maximaal 2 ramen uit. Dus als we 120 volken willen tellen, zijn dat 120 mandagen werk. En dan hebben we wel de Remies en de Hermans nodig van deze tijd. Het hele doel van het uittellen van het broed is om te kijken welke volken zorgen er nou zelf voor dat de mijten zich niet kunnen reproduceren. Er zijn verschillende technieken die de bijen gebruiken om dat reproduceren tegen te gaan, maar dat vinden we eigenlijk minder interessant. We kijken voornamelijk naar het eindresultaat. Zijn de mijten niet reproductief? De verhouding tussen niet reproductieve mijten, dat betekent mijten die wel in een broedcel zitten, bij een larf zitten die oud genoeg is om
babymijten te kunnen hebben, maar die het niet hebben, dat noemen we niet reproductieve mijten. Ten opzichte van mijten die wel baby's hebben, bepaalt de Vroa-resistentie. Ik heb hier een voorbeeldje van de ene laatste teldag. Dan zie je in deze kolom het nummer van de koningin. En in deze kolom zie je de lijn. En deze kolom zie je het percentage Vroa-resistentie. Dan zie je dat dit zijn zustergroepen. Dus dat betekent dat ze allemaal van dezelfde moederkoningin komen. De eerste jaart 0% en de tweede jaart 75, dan weer 0, dan weer 100, 25, 62, 50. Dus alle smaakjes zitten ertussen. En dat is eigenlijk waar we nou op zoek zijn. Specifieke genetica, die specifieke zusters, dochters van die ene moeder, die laten zien dat ze het trucje kunnen. En met die lijnen gaan we volgend jaar weer verder.